Nee, ik kende Petra nog niet. Nee, ja, ik ken haar achtergrond wel een beetje. En ik heb net stiekem even gevraagd wat ze van plan was, maar ze wilde daar nog niet te veel over zeggen. Dus ik laat het rustig op me afkomen. Ik vind het heel leuk om hem straks te gaan interviewen. Vooral omdat mijn dochter en haar vriendinnen eigenlijk stiekem heel jaloers zijn. Ik denk dat in de 21ste eeuw huisje, boompje, beestje, voor heel veel mensen is dat nog steeds het ideaal. Maar er zijn zoveel andere samenlevingsvormen. Ik woon alleen met mijn dochter. We zijn ook een familie. Modern family. Nou, als ik een echte modern family zou hebben, dan was ik waarschijnlijk 83 geweest. En had ik 46 geadopteerde kindjes bij 423 verschillende vrouwen of zo. Zoiets. Ik denk dat ik niet zo goed zou zijn in het wonen in een woongroep. Nee, ik ben best wel heel erg op mijn privacy gesteld. En aan de ene kant misschien heel gezellig, maar het heeft me nooit echt aangetrokken om dat te doen. En ik geniet er ontzettend van om alleen te zijn. Ik heb eigenlijk wel 4 uur per dag alleen zijn nodig. En ik weet niet zeker of dat goed kan in een woongroep. Ja, dat is waanzinnig.